lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag en ik zit te wachten op Jack van Cirelo, die daar werkt. Dat is dus mijn begeleider. Ik heb er twee, één mannelijk, één vrouwelijk. Het is vandaag woensdag 5 mei. De derde dag van de avondvierdaag. En mei, ja, het begint nu met mei. Het is juni. Ja, ik vergis me wel eens. Het is dus 5 juni. Het is de derde avond van de avondvierdaagse. Het is hier triest, het is regen, het regent, het is niet koud, het is warm, ja. Het is klam, het is niet prettig weer, nee. Maar het maakt niet uit, we hebben altijd op te klagen hier in Nederland, wie niet? Ja, iedereen denk ik. Maar het maakt nou allemaal niet uit, nee hoor. We gaan er gewoon voor, simpel wat. En ik heb al vaak geen regenkleding, maar weet je dat je ook... Je kleding die je normaal eigenlijk draagt, dat je er even één keer spuiten voor zo'n avond, dat je toch een beetje droog kan blijven. Ja, dat heb ik al vaker moeten doen, want ik heb ooit wel een regenpak gehad, maar de broek is stuk, die wordt gaar, et cetera. Maar ik kan niet meer zo'n regenpak vinden, het is allemaal dat donkere, terwijl er wordt gezegd, vooral in de avonduren, en met mist, dat je reflecterende kleding aan moet hebben. En van die neonkleuren, dat felle groen of fel oranje, dat je gezien kan worden. Nee, komen ze met donkerblauw of zwarte regenpak aan. Nou, nee, vind ik niet mooi. Ik heb dus ooit een regenpak gehad met een fel oranje jas, grijze strepen erop en een grijze broek met grijze strepen erop. Dat hoorde bij elkaar. Nou ja, jasje heb ik nog wel, maar de broek niet. Nou, ik spuit dan gewoon mijn gewone normale jas in. Mijn broek spuit ik in. Mijn laarzen spuit ik in. En daar zit ik ook toch droog. Ja, je bent maar, zeg maar anderhalf uurtje van huis, meer niet. En goed, ja, morgen is het de laatste avond. En dan wordt het wel langer, hè. Ja. Maar ik vergeet ook jullie helemaal weer een welkom te wensen bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Maar ook dat maakt allemaal niet uit. Jullie weten dat het langzamerhand wel bij welk kanaal je bent aangemeld. En dat is bij ons, ja. En Frodo die zit weer eens een keer in zijn poot te bijten wat niet mag. Maar dat toch is. Maloot. Ja, je bent een malootje. Ja, ik ben een malootje. Ik ben een malootje. Jo, ik ben een malootje jij. Hé, ben niet zo hier op tikken tikken, dat ba. Maloot. Maar oké, ja, ook mijn poot die gaat naar zo. Nou, een eeuwen die zit lekker te smikkelen en te smullen. En achter die deur zit ook iemand te smullen. Ja. Helemaal goed. Zo, zijn we weer. En toen wordt het weer donker. Hoe komt dat toch? Nou, ik vind het zonde om die lamp te gebruiken. Ja, wat dikkie. Komt dat? Ik kan niet weten. Nou ja, weggehandelijk en belangrijk. Jullie zien me wel en jullie horen me wel. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik ga een bakje koffie maken en een broodje klaarmaken. En ik ga weer verder met renderen. Want ik hoef niet veel meer van de ene map. Waar ik het allemaal in had gezet. En dan kan ik verder gaan met de avond. Vier dagen. Ja. Komt ook allemaal goed, ik zou zeggen. Tot later. Dag, lieve vrienden. Daar binnen we weer. Wel, zijn we weer. Ja, ik zit aan de koffie, maar niet alleen. Nee. Ik heb een lieftallige... ik heb een lieftallige iemand aan mijn tafel zitten. Kijk, is er hier een hele stiekje van op de grond. Ze doet gelijk de haar helemaal mooi. maar ze stelt haarzelf al even voor wie zij is. Dus ja, we draaien hem even om. Zie jij jezelf zo? Want dit is ook voor mij niet. Met mijn werkkleding, sorry. Maakt niet uit. Wat is je naam? Carolina.
En wat kwam je hier doen? Ik kom graag helpen als thuishulp. Schoonmaken. Ja. En zij vindt het niet erg om op de vlog te komen. Nee, maar volgende keer heb ik een beetje make-up aan. En daar ga ik wel van. Dus, maar in ieder geval, we hebben ons gezellig. We zitten aan de koffie, ze is net klaar met het werk. Dus het komt allemaal goed. Ja. Dus, nou. Dat, het is hartstikke leuk. En toen was ook, ja, dan was ik weer even wazig. Maar het maakt niet uit, ik heb ook een bakje koffie voor mijn neus. Ja. En ik ben voor jullie bezig en voor mezelf. Ja, ik ben nou met dag 1 van de avonddagen bezig. Dat gaat straks renderen. En dan kan het vandaag ook nog naar YouTube. En ik zie wel hoe ver ik kom daarmee. En vanavond, ja, gaan jullie uiteraard weer mee, hè? De Kopo die legt hier weer klaar. Die gaat weer op de booster. Nou, de handcamera gaat mee. Of ik hem gebruiken ga, weet ik niet. Want ik weet niet wat het weer gaat doen. Nu zal ik jullie vertellen. Er komt blauwe lucht door. De zon die komt erdoor. Dus ja, als dat nou zo blijven gaat, dat weten we hier in Nederland toch nooit. In dit gekke kikkerlandje. Maar dat maakt allemaal niet uit, lieve vrienden. Nee. We gaan gewoon weer vanavond van start. Ja. Weer de 10 kilometer. Ik weet niet eens waar mijn route ligt. Oh, die ligt daar. Ja. Nou, dat ga ik straks weer inzielen. Dat er weer plastic omheen zit. En dan gaan we vanavond weer gewoon van start. Ja. En het is weer naar de Texelstroomlaan en de... Tuindorp door. Oké. Tenminste, ja, en de Schoten, wacht even, Brakveldweg oversteken, ja, Schotenweg, rechts af Schotenweg voor de dat stuk, dat rijden we altijd door de natuur heen, daar, dat is bij Kwelderduin, ja, dat hebben jullie ook al gezien, dat gedeelte, nou, gaan jullie dat weer zien, maakt niet uit, komt goed. Enkel, ik probeer nou wel een batterij te wisselen, want deze die was nou al 2 keer leeg en ik kreeg de kans niet om de batterij te wisselen. Dat is ook rot. Maar ja, komt goed. We gaan er gewoon voor. Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, eerst tot vanmiddag maar weer. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om weer te vertrekken richting de start van de avondvierdaagse. Dat de camera die staat nou niet op de tripod, die heb ik in mijn handen. Dus ik zal hem ook inpakken in de tas. En dan ga ik me verder dus klaarmaken. Even wat warms aandoen, et cetera. En dan gaan we die kant op. Ja, de Kopro gaat mee. Maar ik doe hem wat later aan dan normaal. Want ja, dus ik wil wat langer. En ik probeer natuurlijk de batterij te vervangen. Maar als het niet gaat, gaat het niet. Nee, daar kan je niks aan doen. Maar oké, lieve vrienden, geniet weer van de rit, net zoals wij. En het is nog steeds triest, niks aan dus, maar het maakt ook niet uit als het droog blijft. Ja, laten we daarvoor bidden dat het droog blijft voor iedereen die aan de avondvierdaagse meedoet, waar dan ook. Dat ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, we staan bij de start van de avondvierdaagse. Er is nog niks te beleven, want nee, er is nog wat geen kop, zoals jullie zien. Maar we gaan die kant op. Dus ja, ik sta daar op dat punt dat we die kant op kunnen gaan. Dus komt allemaal goed. En ik wens jullie straks met de Kopro veel plezier met kijken. Het eerste stuk doe ik hem niet aan. En voor de rest, ja, we zien wel hoe en wat. Ik zou zeggen, tot strakjes. Doei doei!